Nou, zoals jullie misschien gezien hebben op mijn privé Instagram, was ik dit weekend heerlijk weg. En dat was ook wel even nodig met Manlief. Indietje is natuurlijk nu 9 maanden. En het is echt wel belangrijk dat je soms ook even samen de deur uitgaat. Maar in de tussentijd hebben mijn ouders deze kasten gemaakt. Dus dat is echt super fijn, want daardoor hebben we veel meer plek voor onze wol en voor onze voorraad. Dus ik ga ze straks lekker inrichten. En dan staat alles weer netjes voor een nieuwe werkweek. Dus daar ben ik echt super blij mee. Ze hebben ook mijn lamp opgehangen. Toen ik 9 jaar geleden naar dit pand verhuisde, toen kreeg ik die lamp in mijn atelier. En ik heb geen atelier meer natuurlijk. Maar ik wilde wel weer heel graag mijn lamp terug hebben. Dus die hebben we ook opgehangen op kantoor. Dus het wordt steeds mooier. Een paar puntjes op de i en nu lekker aan het werk. Ik heb een hele volle mailbox. Dus dat ga ik even allemaal wegwerken. Ik heb een aantal afspraken vandaag, dat is ook wel belangrijk. Nou, en dan ook weer op tijd naar huis voor de kids. Maar even knallen deze maandag, want er moet een hoop gebeuren voor deze week. Nou, ik had vandaag eigenlijk een vrije dag, dinsdag. Maar het was chaos, ik weet niet. Ik was de hele dag eigenlijk bezig met september 18. Ik denk omdat het over 2 dagen de 18e is en het is nu gewoon vrij rustig. En dan krijg ik ook altijd weer een beetje de zenuwen. Denk ik, oh, staat alles wel goed? Komt het allemaal wel goed? Doet de afrekenknop het wel? Waar gaat dit mis? Dus ik heb tussendoor ook even met Serena gebeld. En die zit dan in de auto. Dus die kon ik even bellen, gelukkig. En die heeft ook even meegekeken. Ja. En we komen eigenlijk toch een beetje tot een conclusie. Dat we heel veel werk hebben. Dat we heel weinig tijd hebben. En dat we dat eigenlijk echt wel een beetje willen gaan veranderen. Ik wil sowieso weer wat meer gaan werken. Ondanks dat mijn gezondheid nog niet top is. Nou, en ook met Serena moet ik gewoon even kijken van hoe kunnen we dat gaan doen. Want er loopt ook van alles niet. De moederdagcampagne hadden we willen opstarten. We moeten kijken of we de website in een nieuw jasje kunnen steken. Nou, zo speelt er eigenlijk de hele dag van alles. Maar komen we nergens echt heel goed aan toe. Dus we gaan even kijken hoe we dat kunnen veranderen. Maar mijn haar is echt ontploft. Dus dat is een beetje mijn dag. Mijn haar is een beetje zoals mijn dag was vandaag. Gewoon chaos all over the place. En omdat we een weekend weg waren, moest ik ook heel veel was wegwerken. Nou, ik heb echt het idee dat hier mensen in huis wonen die ik nog nooit heb gezien, maar die wel hun was bij mij neerleggen. Kids hadden een hele drukke dag op school. Ik had vanmorgen opeens 4 van die vriendenboekjes op mijn keukentafel liggen die nog moesten worden ingevuld. Dat ik denk, waar komen die vandaan en waarom moet dat nu? Maar ja, de moeder van, weet ik veel, Pietje Puk had gezegd dat dat boekje wel terug moest. Want dat hebben we al 3 weken. Dan denk ik, oh, heb ik iets gemist? Maar goed, zo'n dag dus. Ik had ook een wasje gedraaid en had ik Indy er speen in gedaan. Dus Indy wilde natuurlijk niet slapen, want die wilde er speen hebben. Maar ja, die zat in de wasmachine. Dan duren 8 minuten echt nog heel erg lang. Nou ja, dat is een beetje zo ook achter de schermen hoe een dinsdag gaat. Dan vlog ik eigenlijk nooit. Maar ik wilde dit jullie toch even meegeven dat dit ook behind the scenes is. Nou, ik ga zo meteen kind nummer 3 even naar bed brengen.
Die is nu nog buiten een rondje op zijn step. En dan gaat de laptop nog even open, want ik moet wat dingen voorbereiden. Want anders hebben we niet de goede link voor de campagne die donderdag aangaat. Dus dat moet echt nu nog even gebeuren. Behind the scenes part 481 op de dinsdag. Top! Nou jongens, het is toch gewoon geen lente. Het is echt alleen maar regen, regen, regen. Echt. Ik heb gewoon mijn regenjas weer aan. Ik ga Serena zo even een berichtje sturen. Dat we misschien wel een leuke dekenactie erin kunnen gooien. Korting op je deken, want dit is toch gewoon geen weer jongens. Dus ik ga even iets bedenken. Dat je lekker met je warme dekentje op de bank met een flinke korting nog een beetje blij wordt van dit weer. Voor zover je er blij van kan worden. Daar gaan we even iets leuks voor bedenken. Nou, koffietje thuis. Ik heb met Serena even gespart en de nieuwe acties die staan erop. Dus 2 kilo pakket dekenbreien, ook superleuk voor moederdag. Met 20 euro korting onder de noemer april doet wat hij wil. En ik zei al, aprilletje zoet geeft ook nog wel eens een witte hoed. Nu weer thuis met de kinderen, zoals je kan horen. Je moet er af. Nee, je moet af voor af. Een innetje. Dus, nou, laptop uit en de was draaien en dat soort dingetjes. Maar ik ben blij dat de acties erop staan. Dus voor moederdag zitten er allemaal leuke dingen. Die staan online. En dus ook een extra actie voor de dekenbreien. Want ik vind het echt super koud. Dus je moet gewoon lekker onder de wol kunnen nu. Nou, goedemorgen allemaal. Ik sta even te wachten, want er worden hier een paar pallets geleverd. Dus die neem ik dan altijd even in ontvangst. Ik heb net even boodschappen gedaan. En zometeen heb ik een afspraak om 11 uur. Dan komt iemand de kidsbox brengen voor jullie. Dus superleuk. Dus ik ga even alle zooi opruimen. Laptop aanzetten. En het is vandaag de 18e. Dus we hebben net onze maandbox gelanceerd en we gaan borduren. Ik moet even die man helpen, want die komt met zijn elektrische pompwagen niet over de drempel heen. Dus kijk, ik ga even met mijn pompwagen aan de slag. Nou, alles staat. Alle pallets. En ik heb ondertussen ook mijn bezoek gehad. Dus degene die de kidsbox heeft gebracht. Ik zal even laten zien. Er staat hier namelijk een hele doos. Kijk. Nou, wat het is, dat is natuurlijk nog even een verrassing. Maar dit zijn de kidsboxen voor de zomervakantie. En ik ben echt super enthousiast. Dit is als volwassene trouwens ook leuk om te doen. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik hoop volgende week alles uit te kunnen sturen voor juli, augustus en september. Dus 3 september 18 boxen en dan de box voor de zomervakantie van september 8. Naar alle ambassadeurs en alle Instagrammers en bloggers. Maar ik wacht nog even op de laatste spulletjes. Dus ik hoop dat volgende week binnen is. En dan kan alles weg. Nou, ik ga nu mijn laptop opengooien. En aan het werk. Het is heel gek. Het voelt alsof ik nu aan het werk ga. Maar ik ben eigenlijk al sinds vanmorgen druk bezig. Maar goed. En ik krijg deze net binnen. Handwerk zonder grenzen. En wat staat er op de voorkant? Iets geborduurd. Dus ik ga heel even kijken wat het precies is. Volgens mij heb ik nog nooit zoveel gevlogd met behind the scenes, met alleen maar mezelf. Maar het is gewoon echt een chaosweek en het houdt ook maar niet op. Deze ochtend begon eventjes dat ik dacht, nou, ik heb nu de pallets binnengehaald en er komt zo meteen iemand boxen brengen. Maar daarna was het gewoon een soort van ja, ongoing of zo en weinig tijd om even te laten zien wat ik heb ingepakt, wat er voorbij is gekomen. Ergens halverwege de dag ben ik gaan inloggen in de website. En, of niet in de website, maar in de mailbox. En toen bleek dat je in de website als member zijnde niet meer kon pauzeren. En we hebben natuurlijk vandaag op de 18e de box bekendgemaakt. Dus ik dacht echt, oh, wat gebeurt hier? Er waren allemaal mensen die hun membership hadden opgezegd. En dat hadden ze niet gedaan wat ze wilden opzeggen. Maar dat hadden ze gedaan omdat ze wilden pauzeren. Maar die knop was weg. Dus ik had vanmiddag echt een vette
stress breakdown. En ik dacht echt, oh, dit gaat helemaal mis. Dus ik heb heel snel gebeld met onze ICT'er. Nou, dat is echt een fantastische man, want die neemt gelijk zijn telefoon op en die gaat ook gelijk aan de slag. Dus het is gefixt. Maar zo'n dag had ik vandaag. Dus ik weet niet, het is gewoon de hele week al chaos, rommelig. Ik kan niet helemaal uitleggen, maar dat is wel mijn behind the scenes deze week. Het komt echt allemaal wel weer goed, maar misschien ben ik het ook wel die chaotisch is of onrust ervaart op dit moment. Omdat we echt zitten tussen een stukje groei en de ambitie om heel veel te groeien. En wat er allemaal voor nodig is, natuurlijk net de verhuizing achter de rug. Nou, een beetje gezondheidsdingen gehad. En ik wil gewoon heel graag nu positief vooruit. En ik ben gewoon heel hard aan het nadenken van, oké, hoe kunnen we dat doen? Maar dit soort dingetjes, ICT-technisch, die komen er altijd weer tussendoor. En dan denk je weer, oh ja, dit is dus totaal niet handig. Maar goed, dus dat wilde ik jullie even meegeven vanuit mijn keukentafel. En ik ga zo nog heel even mijn laptop openzetten, want ik moet nog even 2-3 dingetjes afmaken. En dan lekker slapen. En morgen weer een nieuwe dag op kantoor met Sarina. En daar heb ik altijd heel veel zin in. Dus ik zie jullie morgen weer. Tjus! Nou, ik had bedacht om super vroeg op kantoor te zijn. En ik had gevraagd aan vriendlief of hij dan de kinderen naar school wilde brengen. En ook Indy af wilde zetten bij mijn schoonouders. Nou, dat ging allemaal hartstikke goed. Maar ik had ook koffie klaargezet voor mijn schoonouders. En die stond nog bij de voordeur. En toen werd ik gebeld dat Harvey, de jongste, of de middelste eigenlijk, de jongste van de twee jongens, zijn tas was vergeten. En daar zit zo'n vriendenboekje in, wat mij al de hele week achtervolgt. Dus die tas die moest echt nog naar school gebracht worden. Dus dat ga ik nu doen. Dus in plaats van super vroeg op kantoor. Ja, ik ben alsnog vroeg op kantoor hoor, want het is 8:30. Maar ik had gedacht daar gewoon om 8:00 al te zijn. Maar dat gaat niet lukken, want ik zit nu nog met de koffie en de tas met het vriendenboekje. En aan de ene kant kan je denken, joh, wat maakt dat uit? Maar ik weet ook dat Harvey dan echt met een beetje buikpijn op school zit. Omdat hij dat dan heel graag had willen inleveren. En we hebben het vanmorgen ook ingevuld. Ik vind het wel altijd knap, want hij staat om 7:45 staat hij klaar. Hè, met zijn haartjes in de lok en zijn schoenen aan en zijn tas op zijn rug en zijn jas aan. En ergens halverwege verliest hij dan die tas in de speelkamer en kan ik er alsnog achteraan. Maar goed, never a dull moment. Vrijdagochtend, we zijn weer back on track. En nu ga ik echt dit allemaal afgeven en naar kantoor. Kijk eens, zitten Kijk ze eens. Weer hoor, Hapi en Hapi. Er moet even heel subtiel. Oh ja. Tadaa. Tadaa. Weet je? Ga mijn haar van de kant doen. Oh, leuk hè? Ja, ik sleep ze al weken mee natuurlijk. Ja. We zijn in de borduursfeer gekomen. Ja, ja. En ik kreeg ook gisteren een telefoontje van mijn buurvrouw. Ja? Dat is niet heel gek, want we bellen bijna iedere dag. Ja? Zijn ze naar elkaar op? Is dat ja, precies. Gek? Nee, dat maakt niet uit. Nee hoor. Oké, maar die zei, ik zag dat borduren op een spijkerjasje. Dat vind ik zo leuk. Of ze ook meer mocht worden. Nou, natuurlijk mag dat. Ja, ja. Dus nou, ik heb haar welkomstbof klaar. Ze gaat ook kaarsje doen. Oh, dat is echt zo leuk. Nou, reacties zijn echt wel positief op het borduren. Ja. Met name onze ambassadeurs en bloggers. Die zeggen ook allemaal, ja, ik ben fan. Ik ben aangehaakt. Ik vind het echt heel tof. En waar wij het net even over hadden. Is dat we ook wat meer borduuritems op de website gaan zetten. Dus handige tools. Ja. Zoals een borduurschaartje. Een borduur... magneet. Ja, ja, ik heb iemand die ook voor ons nu de box promoot. Die maakt haar eigen magneetjes. Nou, dat is, dat is eigenlijk cool. Gewoon super leuk om dat dan juist bij haar te bestellen. Ja, dat vind ik echt leuk. Dat gaan we echt doen. Echt heel cute. En ja, zo'n aquamarker. Ja. Want ik tekende dus gewoon het teken van het bloemetje, zeg maar, van het roosje. Je moet een soort wieltje maken. Ja. En dat weef je dan volgens een roosje op. Dus als je dat gewoon een paar keer tekent, dan weet jij precies waar die roosjes moeten komen. En daarna hoef je alleen maar heel even af te spoelen. Je jasje. En dan is die stift weer verdwenen. Verdwenen, ja. Ik dat ken is het, zo ontzettend chill. Ik ken het vanuit het zijdeschilderen. Dat als je een ontwerp wil neerzetten. Dat je dan met de aquamarker. Dus dat je het kan wassen. Maar stel dat je bijvoorbeeld de aquamarker wil gebruiken voor een wandhanger. Dat is dan weer niet zo handig. Want dan die wandhanger ga je niet wassen. Maar dan heb je ook een trickmarker. En die gaat onder invloed van daglicht, UV, verdwijnt die. Ja. En dat zijn gewoon hele handige tools. En dat is voor het borduren, maar ook voor bijvoorbeeld kleding maken. Of inderdaad voor het zijdeschilderen. Dat zijn echt hele handige tools.
Dus daarin gaan we het assortiment ook gewoon wel echt een beetje uitbreiden. Ja, dus borduren wordt echt een ding van september 18. Ja, ik ben er wel blij mee. Dat snap ik. Ja, dat weet ik. Ik zit al de hele dag te shinen. Ja joh, ik zei al... Maandenlang zag hij nog op kantoor. En nu gaan we borduren en nu is ze super blij. Nee hoor. Nee, schekkigheid. Nee, en we gaan zo meteen... gaan we dus ook even op spijkerjasjes borduren. Ik heb het spijkerjasje mee van Aaron. Nou, die past hier niet meer, maar Harvey kan er wel in. En daarna kan Bowie erin. Ja. Daar ga ik een stoere bliksemschicht een bliksem, dacht ik. Dan heb je een superhelden jasje. En we gaan een deken breien. Recht en afrecht. Want het weer is om te huilen, jongens. Weer voor. We hebben natuurlijk ook al onze speciale aprilactie in het leven geroepen. April doet wat hij wil, dus wij ook. Wij geven even een hele leuke korting op een 2 kilo deken. Ja. Kan je natuurlijk voor jezelf doen of voor moederdag. Want er komen ook leuke moederdagacties aan. Ja, en er zit ook zo'n stoer leren label bij, hè? Dus dan heb je echt een heel tof cadeau om te geven. Dat je meteen kant-en-klaar zo. Alsjeblieft, mam. Alsjeblieft, mam of oma. Ja, dus dat gaan we zo even doen. En lekker dagje. Ja. Toch? Gaan we even lekker aan de slag. Yay. Tot later. Doei. Ik ga smileys maken. Oh, wat leuk. Denk dat ja, dit is dus die aquamarker. Ja, dit is de aquamarker. Dus kijk, je kan echt heel simpel. En ik zou bij wijze nu water kunnen pakken. En het verdwijnt echt meteen. Ja, ik ken het vanuit zijderzijdewinkel. Het zijn echt top dingen. Ja, leuk toch? Ja. Zeker als... Nou, die knietjes, ben je nog bezig? Ja. Mm-hmm. Die knietjes, die gaan natuurlijk het eerste stuk van zo'n broekje. Ja. Dus hoe makkelijk dat je daar eventjes iets op kunt borduren en dan kan het weer eventjes door. Nou, echt te gek. Nou, jongens, kijk even. Ik heb deze bliksemflits gemaakt. Dit heeft Serena ooit gemaakt, Bowie. Dikke garen waarmee we de truitjes hebben geborduurd. En kijk, Serena is lekker bezig. Focus. Die heeft een sterretje gemaakt en die is nu nog een smiley aan het maken. Want smileys zijn in. Smileys en we zijn zeiden hip. Net al, ik had gewoon oogjes getekend, maar misschien is kruisjes wel leuker. Dat is echt heel stoer. Superhelden jasje. Echt gek. Nou, we hebben dus lekker geborduurd. Ik heb nu een belafspraak om 11:30 met iemand die kinderfeestjes geeft. Daar doen wij natuurlijk niet zoveel mee. Maar even kijken, misschien kunnen we boxen leveren of kunnen we haar promoten op onze website. Ja. Gisteren was hier iemand die de kidsboxen doet voor jullie en die geeft ook kinderfeestjes. Maar die werkt ook nog 4 dagen per week op school, op de middelbare school. Dus ja, zij heeft gewoon minder tijd voor kinderfeestjes, maar er is wel heel veel vraag naar. Dus altijd leuk om even te kijken wat voor samenwerkingen we kunnen doen. Het is echt een leuke box. Ik zal hem niet spoileren, maar het is echt een Maar jij is echt heel leuk. Ja, ik zei het gisteren ook al in de vlog. Het is ook gewoon leuk als volwassenen om deze box te doen. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dan gaan we nog even een deken breien recht afrecht. Ja. Dan gaan we alle content weer uploaden en klaarzetten. En ik durf bijna niet zeggen, maar ik ga een weekendje weg. Je kunt mij ook wel Sarah weekendje weg noemen. En volgende week ben je ook weg. En volgende week ga ik op vakantie. Ja, van de week is iemand tegen mij, jeetje. Maar ik zei ja, ik ben natuurlijk 1,5 jaar best wel een beetje uit de running geweest. En afgelopen jaar ook niet op zomervakantie gegaan. Dat is helemaal niet erg, want er was een baby en een tikkeltje gezondheidstoestanden. Maar ja, ik ben wel toe aan vakantie met mijn gezin. Vind ik echt superleuk. En dit weekendje weg stond al gepland. Normaliter gaan we elk jaar met de Pasen. Maar mijn vriendinnetje heeft 2 jongens die rond de paasdagen jarig zijn. En de ene keer valt dat wel met Pasen en de andere keer niet. En dit keer viel het met Pasen, dus hebben we het even verschoven. Maar ik kan Serena prima achterlaten hier op kantoor. Ja hoor, maar het kan dus wel zijn dat er een pakketje iets later komt. Met de vakantie, ja, want vandaag is alles gewoon de deur uit, hoor. Ja, vandaag is alles gewoon weg. Give me some slack. En, ik ben 2 vrijdagen weg. Maar dan komt mijn moeder komt wel helpen. Maar goed, dat is toch altijd weer anders. De meiboxen moeten allemaal de deur uit. Ja. Dus als het ietsje anders loopt, ja, dan heel even geduld. Ik bedoel, we zijn een multinational. We worden een multinational. We zijn een multinational. Maar in de tussentijd, heel even slow down. Ja. Niet alles kan tegelijk. Nee, en ik werk ook nog gewoon 3 dagen hiernaast. Hè? Dus, ja, precies. Ja, dat, voor nu. Vergeten mensen. Nou, ik ga even bellen. Oké. Tjus. Ik zei gisteren al even in mijn stukje vlog. Kijk, die handwerker zonder grenzen kwam binnen. En ik zei gelijk, oh, daar is iets op geborduurd.
Ik heb wel even onder een steen gelegen, want ik dacht, wie is dit? En Sarina zegt gelijk, oh, dat is Joost Klein. Die blijkt de inzending te zijn voor het Eurovisie Songfestival. Nou, daar ben ik gewoon ook geen fan van. Dus ja, maar ik wel. Doe ze point. En zero. Oh, wat is mijn beeld vaag. Maar ja, inderdaad, het is Joost Klein, dus daar staat hij er ook in. Dat is natuurlijk super hip. En wat ik zei is, je kan dus ook jezelf borduren. Want nu is Joost Klein geborduurd. En hij heeft gewoon heel herkenbaar. Heeft hij zo'n snorretje, dat weet je niet. Heeft hij een snorretje en hij heeft van dat super witte haar. Ja! Gewoon Jans heeft ook een zelfportret gemaakt. Die ja, hilarisch met die stokjes, hè? Ik dacht eerst, oh, het is misschien Tante Knotje. Ik had dat nog niet gezien. Ik had alleen de knot gezien. Ja. En dan zag ik die handjes. Ja, echt geweldig. En ze heeft ook een mini breinaalden gemaakt. Die heeft ze ja, die stokjes. In die knot. In die knot gestoken, en ja. Het is echt iets geweldig. Ja, dus dat kan. En onze kazen? Nee, Suzy en Kids. Oh, Suzy en de Kids. Die had ooit een keer haar gezin aan te borduren. Ja, is natuurlijk ook briljant. Ja. Dus om maar te zeggen, borduren is gewoon echt hot and happening. Ja, en als jij denkt, die bloemen vind ik niks. Borduur gewoon jezelf. Ja, die handwerker zonder grenzen, die heeft dus een heel patroon erbij. Dus wat je zeg maar kan borduren met de borduurring. Even kijken hoor, patroon Europa 26. Europapa. Nou ja, het gaat nergens over, maar je ziet inderdaad hier het DMC garen. Ja, je ziet de kleuren die je nodig hebt. Ja. Borduurschaartjes zie ik. Handig, hè? Handig. Borduurring. Heel veel naalden. Ja. Borduurringetje inderdaad. Ja, ik vond het zo grappig dat hij op de mat viel gisteren. Dus dat wilde ik jullie nog even laten zien. Had ik beloofd. Nou, ik ga nu laatste pakket ook, inpakken. Een speciaal borduurtijdschrift, hè? Oh ja? Ja, volgens mij is het gewoon borduren. Oh. En dit is de Handwerken zonder Grenzen. Iedere handwerker kent misschien dit blad. Dan proberen ze ook alles in een hip jasje te steken. Dus dat lukt aardig op deze manier, denk ik. Ik ga pakketten inpakken. Ja, ik ga video werken. En ik ga wol halen, want we gaan nog even recht en aafrecht draaien. Ja, snel. Hop, hop. Nou, ik ga even pakketjes inpakken. Wat wel super grappig is, is dat ik dan steeds even naar beneden moet. En ook als de bel gaat, dat je steeds even naar beneden moet. Maar goed, dat houdt ons fit met al die chocoladebroodjes en croissantjes. En wat ook wel echt super leuk is, is dat mijn nichtje, die is 11, bijna 12, die heeft voor ons kaartjes geschreven. Want bij iedere bestelling krijg je een kaartje. Deze krijg je als je een bestelling hebt gedaan. En ik heb groene voor als je member bent geworden. En die heeft zij geschreven. Super netjes. En het scheelt ons gewoon wat tijd. Op zo'n bestellingskaartje zit ook een kortingscode. Dus we willen ze er sowieso bij doen. En zij verdient dan een klein zakcentje bij Tante Saar. Dus win-win. Dus die kaartjes die ga ik nu even bij de bestellingen doen. Die gaan vanmiddag de deur uit. En dan zijn we weer helemaal up and running. Maar ik vond het zo schattig. Ze heeft er echt haar best op gedaan. Ik ben er super blij mee. En de eerste borduurboxen worden besteld. Dus die gaan lekker de deur uit. Dit is er eentje via Like It Like Dep. Met een kortingscode. Dus check ook even onze ambassadeurs. Want die hebben allemaal een kortingscode. Dus als je iets wil bestellen of je wil member worden. Check het eventjes. Want het scheelt je 15% korting op je bestelling. Die voor Sarina. En dat is best wel een donkere kleur nu voor nu. Maar ik vind het al een hele stoere kleur voor buiten. En die is voor mij. Maar die ga ik eerst nog even splitsen. Dus dat ga ik nu eerst doen. Oké. Project recht averecht is mission failed. Nee, het recht averecht breien. Kijk, dat gaat goed. Dus dit is recht averecht recht. Blokjespatroon. Maar kijk, me opzetten is veel te los. Dus ik ga volgende week opnieuw. Ja, we presteren soms heel goed onder druk en soms niet. Nee, vandaag niet. Nee, dus we gaan even andere keer. Jammer. Ja, helaas. Maakt niet uit. Ik zit klaar hoor met chips. Nou, doe mij maar. Doe mij maar, Chippy. Dit is een nieuw merk of zo. Hoe is het eigenlijk met die deken afgelopen? Die recht- en afrecht deken. Mag ik dat vragen aan jou, of niet? Ik heb net al laten zien. Je hebt soms van die projecten. Ja. We zeiden het vanmorgen al. We hebben weken over nagedacht
elke keer denken we, oh, dat rechts aanrecht breien is superleuk, gaan we doen. Ja. Ik ga natuurlijk zo meteen weg. En ik voel dan toch altijd een soort tijdsdruk, waar ik gewoon... Ik presteer heel goed onder druk, maar sommige dingen niet. Nee, maar als jij teksten moet allemaal dan gaat... Ga ik heel goed. Ik ga zo meteen nog even 5 producten online zetten. Dat is geen probleem. Maar dat rechts aanrecht breien en dan het opzetten is te los. Het breien zelf is geen probleem, maar dat opzetten is gewoon anders. Ja. Dan dat je het op je armen doet. Ja. En dan denk ik al, eigenlijk is het te los. Nou, ik probeer het toch nog even. Ah, dat moet je gewoon niet doen. Bij twijfel, niet je, doen. Je moet gewoon niet even aan de slag willen gaan. Nee, dat gaat niet. Weet je, je kan wel even borduren. Dat red je heel goed. Maar ja. Even een deken recht aanrecht bij. Daar wil je gewoon even rustig voor zitten. Kan je beter gewoon lekker gaan zitten met een shippie. Met een shippie, ja. Ze dachten... Maar... We hebben wel een hele leuke borduurvideo opgenomen. Mm-hmm. Daar werd ik echt heel, daar werd ik dus heel relaxed van. Ja. Super. Ik ben overtuigd. Borduren is de bom. Borduren is gewoon super cool. Die staat online. Ik ga een jasje borduren voor Harvey. Jij gaat een superleuk spijkerbroekje borduren. En die gaat gewoon nu even naar Indie. Ja. Dat is hartstikke fijn. En volgende week gaan we alsnog proberen recht aanrecht. Maar wat we ook hadden bedacht is, nu moest ik alweer op de grond gaan. Dat is ook niet handig. Nee, dat is ook niet handig. Nee, dus dat gaan we dus even anders doen. Dan gaan we gewoon even 2 tafels. Ja, dan installeren we even de boel. Dat is echt heel leuk. Dat gaan we even doen. Ik heb een beter idee ervoor. Ja. Precies. En voor nu zeg ik gewoon heel fijn weekend. Ja. Je kan gewoon wel vast je dekenpakket bestellen, want veel mooier weer dan dit wordt het niet. Nee. En we hebben ook een leuke actie. Dus... Ja. Die 20 euro korting. April doet wat hij wil. Ja. En verder volgende week zal je wat meer voorbij zien komen nog voor Moederdag. Want daar zijn we ook natuurlijk druk mee bezig. We gaan nog wat gieten volgende week. Nou, genoeg creativiteit. Dat is het niet. Nee, daar ligt het niet aan. Maar nu even een shippie. En even gewoon rustig achter de computer. Misschien is dat heel rustgevend. Die computer. Ja, lekker met je video's editen. Heerlijk. Ja, toch? Ja. Gaan we dat maar even doen. Ja. Jij gaat zo meteen lekker een weekendje weg. Ja, ik ga naar het Vennebos. En ik heb een yoga retreat. Oh, wat zullen we allebei weer relaxter uitzien maandag. Dat is eerlijk, het wordt ons ook zo gegund. Hier. Ja, dat is echt fijn. Maar waar we wel heel erg blij van worden, is als onze bestellijst zeg maar helemaal vol staat na het weekend. Ja, dat iedereen heeft besteld. Daar worden we blij van. Mijn moeder komt ook weer helpen maandag, dus dat is ook heel fijn. Die heeft tijd over. Ja, dus ik zou zeggen, bestel lekker je deken met korting, of je borduurbox, of een andere leuke DIY. En ga lekker aan de slag, want dat weer leent zich ervoor. Je hoeft nu niet... te gaan zitten hopen op strand weer. Want dat komt voorlopig komt dat nog niet naar Nederland. Nee. Dus ik zou zeggen, lekker aan het DIY en lekker gerelaxed weekend tegemoet gaan. Ja, neem wij nog een shippie. Neem wij nog een shippie. Okay. Tot volgende week. Doei. Doei.